We kennen het allemaal wel. Internetbestellingen. Je bent lui, je hebt geen zin om iets te doen. Je klikt gewoon. Ik botst tegen mijn camera, holy shit. We kennen het allemaal. Oh, kak. Holy shit. We kennen het allemaal wel, online bestellingen. Je hebt niet echt zin om iets te doen. Je bent fucking lui. Je zit gewoon in je stoel voor je computer. Je bestelt dingen. En dan wacht je daarop. En dan komt dat toe. En dan krijg je je shit. En dan... Zo zou het moeten gaan. Dat is de intentie. Dat is de bedoeling van online bestellingen. Is gewoon, je bent te lui om naar de winkel te gaan. En... Snap je? Het is fucking makkelijk en het is sowieso deel van de toekomst. En binnenkort ga je waarschijnlijk iets kunnen bestellen en dan heb je het een minuut later al of zo. Dat zou fucking cool zijn. Maar dat is de toekomst. Als ik zeg, yo, ik zou graag wortelen bestellen, dan kan het daar 4 seconden later ineens gewoon wortelen bij mij zijn. En ik heb deze wortelen gekregen van jongens die naar mijn huis zijn gekomen en thanks of zo. Jammer genoeg is het niet altijd zo simpel om iets te bestellen op internet. Er kunnen fucking veel dingen verkeerd gaan. Er kunnen fucking irritant dingen gebeuren. Daarom ga ik jullie vandaag mijn top 5 irritaties geven aan online bestellen. Voor de mensen die denken dat online bestellen altijd fucking nice is, dat is het niet. Ik heb nog nooit zoveel stress gehad door online bestellen als door iets anders. Ik bedoel, ik vind het spannender om te wachten op een pakketje dan te wachten op mijn rapport. Snap je? Het is gewoon de hype. Dus dames en heren, smash zeker een duimpje omhoog op deze video. Ik ben Acid en ik zou zeggen, let's fucking go. Wow, yeah, yeah. Where are you now? Dames en heren, ik heb een mooie pet op mijn hoofd om Pokémon Go te spelen. Kijk, voor de mensen die zich er nu al aan ergeren, die gele vlek op mijn hand is isobetadine, a.k.a. ontsmettingsmiddel. Dat is een grapje. Ik heb geen telefoon. Geen Pokémon Go. By the way, dit is Lando. Volg hem op Instagram. Ik kom uit Brazilië. Zijn Instagram staat in de beschrijving. Ja. Mijn top 5 irritaties aan online bestellingen. Ik ga geen sites noemen. Ik ga niet zeggen dat het Coolblue is of Bol.com. Dat heb ik net wel gedaan. Maar ik heb dus een telefoon besteld. En eigenlijk is het niet allemaal zo vlekloos verlopen. Laat ik maar gewoon beginnen met mijn allereerste irritatie. En dat zijn de aankomsturen. Meestal als je iets bestelt, krijg je dat zo. Ja, wordt de volgende dag geleverd. Het wordt geleverd tussen dat uur en dat uur. Het zou handig zijn als ze dat gewoon zeggen. Uw pakketje wordt geleverd om 16 uur 's middags. Jammer genoeg gebeurt dat nooit. Meestal staat er uw pakketje wordt geleverd tussen 00 en 24 uur 's avonds. Waardoor je dus eigenlijk gewoon de hele dag thuis moet zijn. Waardoor je de hele dag wacht op je pakketje en dan achteraf te horen krijgt dat je pakketje niet eens komt. Dat is dus gisteren gebeurd bij mij. Er stond op de website: uw pakketje komt aan tussen 6 uur 's avonds en 10 uur 's avonds. Het is 4 uur dat ik voor mijn raam heb gezeten met mijn Game Boy en heb gewacht op een pakketje. En achteraf kreeg ik te horen dat mijn pakket pas vandaag kwam. Ik ben de hele avond thuis gebleven voor niks. I'm gonna cry right now. De tweede irritatie is waarschijnlijk het ergste en is waarschijnlijk echt iets die fucking veel en fucking kut. Het is echt aids. Ik denk dat iedereen het wel kent. Je koopt iets, je bestelt iets en je wacht gewoon tot het aankomt. Maar zo, je denkt even, yo, ik ga even een half uurtje naar buiten gaan. Het pakketje gaat wel niet aankomen in het half uur. Dat gebeurt wel. Het pakketje komt aan in het half uur. En er is toevallig in het half uur dat jij niet gewacht hebt, niemand thuis. En dan ligt er een briefje in je brievenbus. Wij zijn langsgekomen, maar er was niemand thuis. U kunt uw pakketje over 10 jaar komen ophalen op het postkantoor. Weet je hoe kut dat is? Weet je hoe fucking kut dat is? Dan wacht je de hele dag op je pakketje en dan krijg je te horen dat de postbode net die ene seconde dat jij er niet was, toegekomen is. En ja, dan wil je wel dood. Maar meestal kan je er ook niet meteen om. Meestal moet je nog een paar dagen wachten voor je echt om je paar... Oh, fuck online bestellingen. I hate you. I'm the Batman. De volgende irritatie is iets wat eigenlijk gewoon heel standaard is. Maar ik heb het ook al zoveel meegemaakt dat ik echt denk van... Why the fuck zou het nog bestaan? De klantenservice. A.k.a. de klantenkakservice waar je geen fuck aan hebt. Je belt dan naar hun voor informatie over je pakketje. Yo, ik had 10 jaar geleden een pakket besteld. Ik heb het nog altijd niet gekregen. Waar is het? Meestal heb je dan ook 10 jaar naar kutmuziek geluisterd aan die telefoon en je betaalde 1 euro per minuut. Dus je hangt daar aan die telefoon, je luistert naar de meeste kutmuziek ooit. Kunnen die mensen nooit eens gewoon normale muziek afspelen? Om dan na fucking lang geconnect te worden met een of andere randdebiel die niet eens iets snapt van wat je hebt besteld. En die niet eens antwoord kan geven op je vraag en die je eigenlijk ook gewoon volledig niet kan helpen. En dan zeggen ze op het einde gewoon, ja, ik schakel u door naar iemand anders. Fuck you! Klantservice, yo. Fuck off.
off. You don't help me, you just suck dick. Oké, het vierde is gewoon dat je iets binnenkrijgt dat je niet hebt besteld. Ik kan u zeggen, dat gebeurt nooit. Ik heb al zoveel dingen aangekregen die ik niet heb besteld. Ik heb eens witte Vans besteld. En ik heb die witte Vans dan ook effectief gekregen. Ik doe die nooit aan, maar oké. En daarna heb ik dan eens zwarte Vans besteld en ik heb dit gekregen. Dit was een volledige witte Vans schoen van wit leer. Je hoort het goed, wit fucking leer. Ik vond die schoenen zo lelijk dat ik ze heb ingekleurd met alcoholstift of zo. En nu zijn het twee andere schoenen. Jij, leuk. Ik had betaald voor andere dingen. Maar ik ben dan ook zo'n guy die schoenen niet terugstuurt en die die gewoon hier ergens laat rotten in een hoekje in mijn kamer of zo. I love my life. Very good. De vijfde en de laatste irritatie is misschien wel de meest stressgevende situatie. Je bestelt je spulletjes op een site. Je bent helemaal hyped om die dingen te krijgen. Je wacht daarop. En opeens krijg je je pakketje en je hebt zo door van, wow, ik had veel meer besteld. Waarom heb ik maar één iets gekregen? En dan loop je naar je computer en je checkt je mailbox en je ziet dat je mail hebt gekregen van dat bedrijf en in die mail staat er: beste klant, de producten die u had besteld waren niet op voorraad, maar we sturen deze producten zo spoedig mogelijk naar u. Zo spoedig mogelijk. Ik had 4 dingen besteld. Ik heb daar 1 iets van gekregen. En op die andere 3 dingen wacht ik nog altijd. Gewoon omdat die dingen niet op voorraad zijn. Die guys bestellen dat op een of andere AliExpress, illegale Chinese site. Die dingen komen pas 10 jaar later toe. Als ik die popfilter en zo krijg, ben ik waarschijnlijk al volwassen en heb ik waarschijnlijk al kinderen en zo. Dus dan krijg ik dat pakketje en dan gaat mijn vrouw vragen: yo Nathan, why do you have the popfilter? Dan ga ik zeggen: yo, ik was ooit een YouTuber. Ik was ooit leefde ik in een huis en niet op straat. Dat zijn eigenlijk mijn irritaties aan online bestellingen. En ik weet niet, wat ben jij aan het doen? Ik heb online een roesje besteld en die is nog altijd niet toegekomen. Wow, that's some heavy shit. Jullie horen het gewoon op het moment zelf, deze guy. En laatst heb ik ook eens een pakketje gekregen van Sony. En ik heb dit gekregen. Het is van een film of zo. Het is een pakket. Ik hou van pakketjes. Ga ik nu ook gewoon open doen. Het is van een film. Er is geen fucking campagne of zo. Maar ik heb een leuke doos gekregen en ik wil eigenlijk wel zien waar is dat. Dus ja, het is een kaartje met mijn hoofd op of zo. Het ziet er wel cool uit. Dan heb ik hier nog een zo flipkaart. Dat kent iedereen wel. Het is zo van een oude man of zo. Het is een soort van thrillerfilm heb ik doorgekregen. Het gaat over mensen en ja. Dan heb ik hier een stressbal. Ja, voor de stress. En dan heb ik hier allemaal fucking pluisjes. Jee. De film noemt Don't. What the fuck? Dan heb ik hier ook gewoon, wow, echt geld. Oh, we hebben hier gewoon echte flappies gekregen. Dan heb ik hier ook fucking Sony oortjes gekregen. Thanks Sony. Dan heb ik hier nog een dingetje gekregen. Oké, er is gewoon een blaadje waarop staat wie de film heeft gemaakt en zo. Wow, dan heb ik hier ook een zaklamp gekregen. Natuurlijk werkt die niet. Natuurlijk moet je er zelf batterijen in stoppen. Thanks Sony. We got a t-shirt. Dit pakketje is dan wel op tijd toegekomen. Thanks voor de t-shirt. Ah, oké, ze hebben er wel batterijen bij gestopt voor de fucking zaklamp. Thanks. Thanks, Sony. Hey, er zit een doos in de doos. Dat was de video, dames en heren. Vonden jullie het leuk? Smash zeker een duimpje omhoog. Als Don't Breathe in de cinema komt, ik weet niet. Oh, dan is er een nieuwe film in de cinema. Ik ben Ezit. Tot de volgende keer. Ja! Doei. Duimpje omhoog. Ja.